De ene laatste wedstrijd van de voorbereiding op het nieuwe seizoen voor Sparta is een bijzondere voor Tom Beugelsdijk. Hij speelt tegen zijn oude ploeg ADO Den Haag. Beginfase is ook voor de gasten uit de residentie. Het is Goossens. Die schiet, maar de redding van Van Leer is prima. Dan blijft het 0-0 in de beginfase. Weer een hoekschop van ADO. Deze keer levert het een enorme kans op voor Peet Bijen. Hoe krijg je hem ernaast? In eigen goal prikt hij ze er vaak in. Maar hier van dichtbij in de goal van de tegenstander lukt het bij je dus niet. Roy Duarte begint aan een solo. Pakt de bal prima af net van een tegenstander. Het schot gaat naast de goal van ADO. Maar na een half uur spelen is daar ook het eerste Rotterdamse gevaar. Die Roy Duarte dus. Opnieuw Sparta. Als de bal bij T komt, prima teruggelegd op Smeets en bijna de goal van Sparta. Schiet maar net naast. En zo bijna een Rotterdamse voorsprong. Bornar dan, slotfase eerste helft, ook bijna de ADO-goal. Zit nog net een handje aan volgens mij van Van Leer. Daarom de hoekschop, maar die zou niets opleveren. Tweede helft, opent Sparta met een vrije trap van Laros Duarte gekraakt. Daardoor makkelijk te keren. En hier is het zijn broer, Diroy Duarte. Hij staat aan de basis van deze aanval. Krijgt de bal dan ook weer terug. Duarte. En die bal gaat nog tegen de paal zelfs. Zo begint in die tweede helft de wedstrijd wat leuker te worden. Dit is een ongelukkig moment. Bal tegen de hand van Bart Vriends. En zeker met de nieuwe regels van de KNVB. Er zijn nieuwe regels met betrekking tot Hens. Is dit een strafschop? Kramer blijft kalm. En zet ADO op een 1-0 voorsprong. Erg ongelukkig moment van deze Vriends, maar bijna elke vorm van hens, als de arm niet langs het lichaam is, is dit seizoen een penalty, ook in oefenduels. Dan Sparta weer aan de andere kant, draai hier, knap aangenomen, knap weggedraaid, knap geschoten. Heerlijk voor een keeper ook als je zo naar de hoek kan duiken. Ziet er altijd sierlijk uit. Net zoals Raihi zelf natuurlijk een sierlijke voetballer is. De tijd begint dan te dringen voor Sparta, we gaan langzaamaan richting de slotfase. Als het Peet Bijen is, die er niet goed uitziet, slecht verdedigd. Emega komt aan de bal. Wat is die groot, wat is die sterk, wat houdt hij goed het overzicht. Fortes met een prachtige goal voor Sparta. Wat een heerlijke gelijkmaker. Deze 1-1. En wat mooi ook die rol. Voorafgaand, die Emega. Sterk. Zo jong als die is. En het overzicht ook nog houden. Prachtig. Ook het slotakkoord is voor Emega zometeen. Mijnans hier knap zijn tegenstander omspeelt. Goed ook hoe die tegenstander van de bal afbluft. En opnieuw de kans voor Emega. Nu moet hij het zelf doen. Maar de bal wordt geblokt. Bijna nog een overwinning dus voor Sparta op de counter. Maar het blijft op het kasteel bij 1-1.